Ja, beste kijkers, 2014 is alweer een feit. We zijn alweer enkele weken onderweg. Ten eerste natuurlijk namens ons allemaal een gezond 2014. Het wensen we ook een man waar we zo dadelijk mee gaan praten. En dat is Henk Stoudam. Wie is Henk Stoudam? Ik ben Henk Stoudam. Ik kom in een gezin van 8. En ik heb altijd in Oldenbroek gewoond en mijn vrouw inzet voor het verenigingsleven. Je bent dus een geboren en een getogen Oldenbroeker. Oldenbroeker, ja. Ja, en van het ene kunnen we het andere, want je bent nog jong. Waar ben je naar school gegaan eigenlijk in Verleen? De Loorschool. De Loorschool. Ik heb nu nog weer gekeken geweest dat het verbouwd is. Ik dacht, ik ben wel 81 geweest, maar ik word nog niet nieuwsgierig hoe de school geworden is. Maar ze hebben een prachtige school weer gekregen. Heb je een mooie herinnering Ling, op die Loorschool? Ja, maar dat was in de oorlogstijd, hè, dat was niet de mooiste herinnering op school. Wie woonde vaker thuis. Dat weer, hè, dan, smans, dan was er weer wat gebeurd, nou, en dan, dan kon je weer in de rust wonen. Dus ja, dat soort dingen. Maar verder wel, ja, wie woonde, ja, de scholen die denken toch wel mee met andere scholen. Ik bedoel, maar ja, ik zou zeggen, de loorscholen lagen echt niet achter bij de andere scholen. Dat was wel mooi op niveau. Ja, mooi op niveau, ja, absoluut, ja. Ja. En toen ben ik van de lagere school ben ik naar de ambachtsschool gegaan. Dat was in 1947, toen waren we het eerste de ambachtsschool in Elburg. Die begon weer, ja. Na de oorlog. En dat was in 2 jaar, toen ging in 1948 kwam ik eraf. En toen ben ik naar Heemdoorn weer gegaan. Dat was toen ook al moeilijk een werk te krijgen. Maar ja, dan mocht je juist, ja, en dan moet je rekenen door. En 7,5 gewoon in de weken verdiend. He? Ja, dat was toen in die tijd, hè? Niet veel geld. Dat was, nee. Maar je wist het ook niet beter, want je vrouw en moeder die hadden ook niks. Nee. En die had, mijn zeumen hadden begonnen, die gaven ja van huis en dan was blij dat je pa en ma helpen kon. He? Dus zo was het gewoon. En wat moest je door doen dan bij die baas? Nou, ik was timmerman, ik bedoel maar, en dan ging je dan het eerst op pad. Nou, ik weet nog het eerst op het Lohan door Calvin zelfs. Die zat er in de bos en dat huisje moest hij afbreken met een plankenhuisje. Dat houden we aan de Hermaasweg weer opgebouwd. Dat was het eerste waar ik het over heb. Maar ik heb 7 jaar bij mijn wijze en toen ben ik in de grote bouw in de gewoon. En toen heb ik nog bij in Rubarre bij Zwolle en een poos in de wijze. Toen heb ik in Epe. Toen gingen we met de fietsen naartoe. Toen kon je de Oldenberg nog recht door de kampdeur. Ja. Nou, dat was schitterend. Hey, door fietsen, maar daar kwam je nooit. En dan samen zingen we aan de andere kant. Ik samen met Henk voor de Kamp, die ook bij Maranata woont. Daar ik dan samen in Epe gewoon. Maar dan keken we naar het harde toe. Of die man drang. Of de ene man, nou ja, dan komen de deur, weet je wel. Maar twee, dan denk ik, god, wat verdikken me. Wat moet nou dat harde over? Of weer terug, weet je wel. Nou, maar een keer bouwen de deur gewoon met 2 mannen. En verrechtig midden in de kamp, te beginnen te schieten. Maar die goos, ik kwam achter het loon hier, ik kon ze beloven jaren uren gewoon, maar ja, wie wist niet dat zo gevoelig was, want ik denk, ja, dat heen keer doen, dat doe je nooit weer. Hè. Maar dat was wel, ja, gewaagd, ik bedoel maar. Maar ja, dat schiet je in een fiets, en je net de bos uit woonde, en dan denk je, potverdikke, maar er hangt de 2 maanden, ieder man. Maar dan moest je het harder weer eenmaal over, dat was zoveel kilometer. Maar. Je nam dus wel een stukje risico. Je nam een stukje risico, ja. Maar ja, als je jong bent, dan neem je allemaal risico. Dat je nooit die berogen hebt, bedoel ik maar. Hè? Ja, dat is gewoon zo. Ja. Ben je hoe hele leven lang timmerman geweest? Ja. Ik ben in 1961, toen stond er in de krant een advertentie van de gemeente dat hij een timmerman vroeg. En toen heb ik aan meegedaan. En nou, toen ben ik uitgekeurd, maar toen ging ik met mijn loon wel achteruit, bedoel ik maar. Hè? Want dat was, maar je had vast werk. Dat was, eerder bij de gemeente er kwam, daar bleef je gewoon. Hè? En naar een jaar of wat, toen kwam dan de woningstichting in, die begon toe. En toen moest ik over naar de woningstichting toe. En daar houden wij geen schrik van. Ik denk, nou, maar kan die directeur waarvoor voor geld ben je het straks wel helemaal niet meer kunnen. Nee. Dan sta je weer op straat. Maar daar hadden we machtig geluk mee gehad. Van der Heuvel was voor ons een enorm goede directeur, dat meen ik echt zo. Dat ik met vol plezier werk. Enorm veel plezier. Want ik heb er 31 jaar geweest, dus... Maar dan zeg ik, toen ben ik met pensioen begonnen, maar toen kon je er met 59,5 eruit. Zie je nou die van de gemeente?
Ik denk dat ik wel wat meer maken ben toen je in die wereld zat. Ja. Ja, dat was... Ja, nou, ik zei met voorbinden op Loover aan het werk waren. Ik weet nog, hij bij Aartenwetting in de overheid tegenwoordig had een zuster van u. Aarten, die het werk nog zingen op de hoek van thuis. En er kwam er een aan de deur, die moest geld van de rem. En toen zei ze, zo, dat moet er nog op. Zes, die weet nog vanachter dat geen geld hebben, weet u, hè. Zo gepreut, weet u, hè. En dan bij die andere tegenover, die was, hij leeft niet meer, gelukkig. God in de dag, maar die denken veel voor voetbal, allebei. Maar er wou een boom en er was een dakkapel, was lek. En ze ging voor de trappen staan, je kon niet vinden naar beneden toe of je zult het eerst maken. Weet je wat? Zo gesprek ergens. Nou, dat mag toch een mooie ding. Nee, even, ja, hier wat meemaken moet. En dan, nou, niet te vergeten, de zoon G die is in Wezep. Ja. Die is aan de straat, maar nou, die is aan de denk er zo. Jasmijnstraat. Maar, oh, en dan wou ik met Henk Velden, nou, dat was ook al een mooi nummer. Ik bedoel, maar moesten we niet aanrekening zijn. En we hadden het aanrecht terug te breken. Maar daarvan, die oude aanrechters nog met een grootsteen van die tegel, die zijn graniet. En maar toen hing de kraan, die hing zo kan aan de muren nog, weet je wel. Ja. En dan hing die ons allemaal achter nu plaatsen. Hij zei, god, ik kan het in die hoek ook wat doen, weet je wel. Want dat was toch de grond eronder, hè. Maar daardoor hing de kraan iets wat lopen. Even, daar stond de plaatsen, weet je wel. Nou, denk, die meiden die sprongen ineens met de grond op te kunnen. Wat denk ik, zulke spartagers moesten ze. Maar ja, want dat mag dat mooi is, echt hoor. Maar je hebt niet stille zitten, wanneer je woningwereld zat. Maar van de ene komt de andere. Je hebt ook heel veel in de verenigingsleven zitten, hè? Ja, nou, dat heb ik eerder... Ik weet nog dat de gym opgericht is, 1950. En maar in ieder geval, toen die opgericht werd, ben ik weggelijk naartoe gewoon te werken. Dan heb ik in bestuur gezeten, maar... er was niks anders te doen. Voetballen was er. Nou, en bij ons thuis waren ze nog niet zo'n voorstander van voetbal, dat wist ik wel. Maar niet op tegen, maar toch niet. Nee. Maar toen die gym kwam, de begrepen mijn ouders ook geen niet van, hè, gymnastiek, wat had dat eigenlijk in? Maar dat was, ik vond de macht een mooie sport. Ik heb jaren de turn, dus ja. En daar heb ik 38 jaar volgehouden met de gymvereniging. Maar dan zeg ik, toen dingen we nog niet zo aan wedstrijden meer, maar we hadden altijd wel een mooie ploeg. In de bouw hier begon wie van ons aan de weg, in een klein zaaltje achter het huis. En maar niemand had eigenlijk nog een sportbroek of ding of wat. Mijn voorraad dat er allemaal op zijn LM30's ging, want er waren geen voorzieningen, niet vlak naar de oorlog. Dat was gewoon zo. Nee, geen faciliteiten zoals je tegenwoordig hebt. Die moderne middelen zie je op het ogenblik. Nou ja, toen ging een aantal jaren, toen kregen we in de gymzaal hier aan de Verzeetsemelaan. En toen knapte dat een stuk op. En toen kwamen we ook in bestuur. En toen kwamen we met mijn groepen dat we naar de wedstrijden gingen en zo. Dat wel. Ja, dat hoorde enorm voor de schrik hadden, meen ik zo. Maar toen, ik weet nog wel, dat we ook wel volleybalwedstrijden hadden en zo, weet je wel. Ja. En dan gingen we ook nog eens tegen anderen, met een groep het hadden week. Een wedstrijd in Tenen ging weer door naartoe en zeiden, nou ja, verliezen doen we toch, maar de voorzitter die had altijd een preut in, dat was knikken, die kon goed met mondwerk. Ik zei, met mondwerk houden we weer van, weet je wat, dat soort dingen. Maar je bent bij verschillende verenigingen ook wel in een bestuursleven verder gewoon als voorzitter, hè? Maar ja, toen hij dan je inzet, dan kreeg je automatisch wat meer de Oranje Vereniging. Ik was wel echt oranje gezind, dat vonden ze bij ons thuis aan mogelijk bedoelen, maar dan ben ik gewoon in het running vereniging geweest. Ook met veel plezier waren, want dat was altijd hoogtijdagen. En ja, daar moest je wel heel wat voor doen, want voorzieningen had je net zo min. Je moest zien dat je een goede ploeg in bij elkaar kreeg. En dat hadden we altijd gehad, trouwens, met veel plezier waren. Ja. En met name natuurlijk de oude broekers te vinden, want ieder burger is niet zelden. Ik dat maar bekeken heb, je moet de wet tussendeur zien te waren dat, nee, maar we hebben nooit door een slechte naam gekregen hebben zo. We hebben, ik heb door de Rijnvereniging, 20 jaar wijsloog. Maar dat was wel mooi. En waar doe je het hele jaar mee bezig? Nee, daar heb je een gedeelte van het jaar daar niet mee bezig van. Wie verzorgen zelf de buukjes, de advertenties ophalen en dat soort dingen. Dan kwam ik bij Verwarm, dan zei hij, jongen, ik ben vroeg in het jaar komen, want hij maar meekwam, dan had er zo'n stapel liggen. Ja. En zo was bij Verwarm, dat is gewoon zo, hè. Ja, dat...
Nou, en toen hadden we dan ook nog altijd samen de schaapmarktcomité. Daar hadden we enorm voor de schik gehad. Dat is, ja, toen die tienkamp organiseerden. Eerst was het allemaal ja, wat eenvoudiger. Maar als je ziet wat voor mensen nou allemaal door de vloer had, toen niet aan, dan was hij door de muziektenten. En die dan die, zijn cabaretgezelschap, die kwam de Bromtol, die kwam uit Groningen. In de optreden, maar die een verhoorde poosje mee maken. Nou, dan ging het holdersuk weer gaat van ons. En dan maken je dat kloren en dan helpen we hem. Maar dan staan jongens en zo, dat ja, was altijd neerwerk. En dan moest hij achter een gardin hangen. En achter gardin, dan moesten ze verkleden. Hè, want er was geen voorziening, echt niet. Nee. Er was niks. Maar in ieder geval, dan moesten al die zorgen voor een krat bier erbij, een flesje jonge jenever en dat soort dingen, weet je wel. En dan nooit, dan gingen ze weer hulp voor ze man, weet je wel. Ja, al die artiesten die we hadden, had, dat, ik heb er wel een heel stelletje op geschreven wat we allemaal hadden voor artiesten hier zo. Maar ik kan me ook herinneren dat toen ik als jochie op de schaapmarkt kwam, dan was er, s'morgens vroeger de fietsen drie, maar dat was schaapmandel. Ja. Dat ging later druut. Wat voor reden was dat het niet meer mocht? Nou, de schapen die gingen enorm terug. Mijn vader heeft verteld, vroeger op de schapenmarkt, daar kwamen ze uit Wezenstand voor de schapen. Ja. Die waren dreven over de straten naar Oldenbroek toe en die gingen naar de schapenmarkt toe. En die waren door allemaal veranderd. Dat kun je eigenlijk niet meer voorstellen, maar ze was er gewoon. Ja. Hij zegt, maar dat was dan tussen. De crisis dat die schapen niet meer mochten. Toen treint hij nog door Oldenbroek. Ja. Hè, dat ging daar tussen de lijn door naar Oldenbroek toe met die schapen allemaal. Ja, dat was ja, dat heb ik dan niet meegemaakt. Treintje heb ik ook niet meer meegemaakt. Maar mijn zus is allemaal wel. En ja, dat was, ja, toen is dat weggeraakt. Dat loonde niet meer in ieder geval. Maar de schaapmarkt was altijd in hoogte van in Oldenbroek, dat is gewoon zo. Daar hou ik altijd. Ja, familietraditie, hè? Familietraditie, ja, absoluut. Dat is ja, gigantisch. Waarom vroeg de uitschiet van de artiesten dan op die schaapmarkt? Nou, die schaapmarkt, de artiesten wat we waren, dat, die Toby Rixer zei net, dat was met allemaal toeters en belden. Dat weet ik nog dat het. Want toen had hij nog niet die contracten die nodig had, dus zat zijn broer in Deventer. Ja. Door kreeg dan, naderhand ging dat veel beter, maar toen niet. Maar die wilde met al geweld in de pauze weer weg, maar hij had nog een avond, weet je wel. Ja, dan konden twee gevangen, s'avonds. Ja. Nou ja, maar in ieder geval, dat houdt niet duurlijk nog aan. De Salvia's bent er geweest. En we hadden een feesttent waar 3000 mensen in kon. Toen kregen we s'avonds het cocktail trio. En smiddags begon het toch te regen. Het stort naar de lucht. De hele tenten die zakken deur. Door we zeggen, heb noodmaatregelen. We hebben een kapot bierflesje en een snee erin te maken. Toen duwen al dat water naar binnen. Tot wat leek van een zwembad in plaats van een tent. Arme bankjes nog opgehaald van het hart of van het leger. Dat houden we kennissen. En dat mogen we hier gebruiken. De Noord houdt die ding nog kort ook. Maar in ieder geval, die lopen over de bankjes naar het podium toe. Of naar het ding toe, voor ze op een treden. Ja. Nou, dat was een chaos. Maar nou zeg ik, ja, het is weer eraan weer goed gekomen. Hoe kreeg je dat financieel voor elkaar dan, om die artiesten te laten komen? Nou, die intrede die we dan hebben, dat lucht er vanzelf ook niet om. Hè. Dat moest je ook steeds iets horen op de rij. Maar toen was dat nog niet zo duur. Nee. Hè? Die jongens die waren blij dat ze samen de cent bij verdienen. Ja. Nu ging het allemaal professioneel, bedoel ik. Maar toen heb ze maar hier eten en drinken gehad, dan was je aan het einde op weg. Hè. Ja. Je komt er nog altijd op schap, Mark? Ja, ik zit er nu middenin, bedoel ik maar. Hè. Ik heb hier in Twinkelaar bewoond. En dan het materiaal dat we klaarmaakten, ik had er een grote schuur door. Er bleef ook alles in het Twinkelaarp. Maar toen ik hier zat, hiernaast, en toen die schuur, nou die zat ook aan de nacht toe vol. Ik bedoel het maar, je had allemaal zoveel dingen gemaakt, ja. Die wil je graag weer gebruiken, hè, met de schaapmarkt. En vooral toen we dan die de cocktail trio had aan, en Stiefbeen en zo hebben we ook nog gehad. Dat was een middag en dan s'avonds dan was er een soort motocross. Maar toen was alles nog niet bouwriepen achter. En toen wilden we er een crossbaan maken. En dan, nou ja, maar dat gebeurde ook. Dan vroeg je verwarmen weer. En verwarmen maken, dat voor je gloren. En dat was allemaal van op. Dat kon ook allemaal, hè? Dat kon allemaal. Echt waar, dat, ja. Maar wat zie je veranderd in de schaapmarkt van vroeger en nu? Want ja, hier loop je rond bij de schaapmarkt. Ja. Er is veel veranderd, denk ik. Ja, maar de markt op zichzelf,
is helemaal niet veel veranderd. Hè? Dezelfde mensen die komen nog steeds in. Het is altijd nog volop drukte, tonnen mij te bedoelen. Maar het nu, ja, is ook nu wat anders op. Je hebt met dat schapen drie gehad. Nu die tractoren, bedoelen maar. En dan dat peerderspul, dat, nou ja, dan trek je ook een hele hoop boeren. Dat is gewoon zo, hè? Want dat leeft die toch wel tussen deze streek. Dat is gewoon zo. Dat was, ja. Dat gaat ook allemaal duur natuurlijk. Is het alleen dat als bestuur zijn dat bleem door bij, ook bij de schoonmarkt of hij nog meer verenigingen bezag? Nee, ik heb zelf niet meer verenigingen bezig, maar ja, zwemmen, dat was mijn liefhebberie ook. Ik bedoel, maar zwemmen heb ik ook altijd voor gedaan trouwens. We hebben ook nog samen met Berg uit Wezep en nog een paar mensen uit Wezep, de zwemvereniging opgericht. Berkje was een goede voorstander van. Ja. Nou, en dat leek me ook wel. Nu heb ik nog een tijd langs de badenzwemmen, door die jongens wat betere slagen leren en dat soort dingen. Hè. Maar daar heb ik altijd veel plezier. Maar we gaan nog elke week zwemmen met een groep hier uit Oldenbroek. Dat geeft uit van open oudenwerk. We komen hier, komt er zo'n 20 bij elkaar. Maar we hebben nu een bus ingehuurd. Die gaat over, begint in Oosterwolde, daar stappen we van in. Ja. En dan hier stappen er zo'n 20 man in. En onderweg stappen er nog een keer een stok of 10 in. Maar om de 30, tussen de 30 en 35 man, gaat elke week nog mee zwemmen. Nu vrijdag beginnen we weer, nu het nieuwe jaar. Ik bedoel, maar dat is, dan kun je baantjes trekken en nergens aan mee willen doen. En dan therapie, daar doet er heel veel aan mee. Want toch een hele hoop, vrouwen vooral. Die beweegt beter, nou ja, beter in het water, maar ze voelt zich beter. Ja. Want ik zeg, beter medicijn is er niet, beweging. In het water ben je licht, dan is het. En ik doe mee aan een groepje, dat is nog nou ja, van al die slagen en aan dit van de bodem halen en alle toestanden zo onder leiding van een leraar te broelen. Maar en, ja, dat doe ik met plezier. Maar ja, ik kreeg nu een leeftijd dat ik niet helemaal aan mee kan komen. Nee, je raakt op leeftijd natuurlijk, hè. Het wordt allemaal minder. Ja. Maar je favoriete sport in, dat je zegt van, daar kijk ik altijd wel naar? Nou ja, ik ben, even voetballen en blik thuis, hol ik wel op de hoogte. Ik zou dus in de auto zitten en dan zoek ik wel de loco op dat uitslaan van Ovio's of de regio. Dat hol ik wel bij. Maar verder, ik ging er nooit naar Ovio's toe. Ik ben er wel een poker geweest, maar niet, niet speciaal kijk. Maar ik hoor altijd wel de verhalen van de jongens, dat ja, die waren liefhebbers, ik bedoel, maar ja, daar heb ik altijd meer plezier aan. Maar mijn grootste hobby was nooit, ik was gek van het watersport. Ik heb enorm veel op het water gezeten. Ik heb verschillende boten gehad en ik heb flink op mijn boot verkocht. Het ging niet meer. Doe je dan zeil nog van? Eerst zeg je zeil. Maar dan trok ik ook heel Friesland deur, ik bedoel, maar met de motorboot ging ik, ben ik wel in Den Helderen geweest. En dan door Amsterdam toe, Amsterdam deur, dat was, want mijn vrouw had dan de korte bier en dan tegen wie de bruggen af waar we geweest waren, want anders dan raak ik de klus met zo. Ja. Nou, en dan ging ik weer langer Schiphol in de boze deur gewoon naar Zeeland toe, ik bedoel, maar. En we hebben in Rotterdam ook nog eens een keer een dag of hadden liggen. Want er hoge kennissen zitten. Nou, Rotterdam was een keer goed bekeken van alle kanten. En toen gingen we bij de nieuwe bruggen. Daar kwamen we weer uit en dan gingen we onder de bruggen door. Dan gingen we richting Zeeland toe. En toen van Zeeland via de Maas en de Waal de kop van de IJssel gingen we weer terug naar Kampen toe. En dan zo weer de vier meer op weer terug naar Elbrot toe. Je bent ook min of meer wel een avonturier dus? Dat mag ik machtig raad doen, ja. De Duitsheugen doen we maar. In de waterkaarten, die bent net of nog duidelijker als de wegkaarten. Dat kan ik je wel vertellen. Hè? Want als je op een vreemde bent en je komt het IJsselmeer oversteken, je weet de boeien te liggen en dat soort dingen. Ja, de schitterend. Mijn wat is ook maar te kijken. Hij had aparte ding beleefd op het water. Ja. Hij was bijzondere ding beleefd. Nou, bijzondere ding. Wel een ding beleefd over. Toen gingen we bij Ketelhaam, we gingen veel naar Urk toe ook. Ja. En even een mooi stil weer was, dan ging dat maar. Maar toen kwamen van die buiten, nee, nu ook even, die felle buiten, weet je wel. Dan was je onderweg in potverdikke, maar dan ging je tot een keer in die solen met een op en neer. De koelkasten die lagen helemaal door de boorden en een beetje wel. En de kuipjes en de rammel uit, ik bedoel maar.
En, maar ja, ik kon ook slecht weer rijden. Ik zat er middenin. In de, op Urk ging zaten ze aan de kant aan te kijken. Wat gebeurt er toch? Want dat geeft nooit goed, weet je wel. Maar we moesten een keer de slag rijden die Urk in moesten. Ja. Dan kwam ik dwars het water en dan kreeg het meester ervan langs. Maar er bleef een boot bij ons langs, even wat gebeurd, een grotere boot. En toen kwam weer de haven binnen, dus ik vond het te vragen. Maar ze hielp me gelijk met afmeren en zo. En dat soort dingen. Hebben we nog een wens op papier? Nu nog een wens? Ja. Nou, de grootste wens is dat we bij elkaar blijven en gezond maar blijven. Dat is belangrijk, hè? Ja. Dat is het belangrijkste. We hebben, ik heb een zusje, die wordt al 46 jaar verpleegd op Groot Schuilenburg. En die was 3 jaar, toen kreeg ze kinkhoes en toen is een die had stroepen gekregen en toen is een hersenvliesontsteking. En dat was in 44, toen was in de oorlog wonder geen medicijn weer. Nee. En nou, ze heeft het toen gehaald, maar we hebben nooit weer een woord van haar gehad. He, maar ze heeft eerst nog tot 14 jaar in Huizenwijs, maar ging het lessen niet meer. Ja, ik merk wij het hele gesprek. Merk hij met plezier nou, ja. Bestuursfunctie ja. Met alle inzet. Ja. Maar water, dat is de overalspeler. Enorm goed wel weer terug. Ja. Ik kreeg veel kennis. Ja, het was altijd de vrije inloop, ik bedoel, maar je had die volgorde vloeren. Ja, dat was het mooiste rek van. Dat is maar het water was de overalspeler in hun leven. Ja. Ja, water was de oorsprong, ja, echt waar. Ja, zo maar veel plezier dan. We kunnen de hele dag nog wat praten hier zo, Henk, wat dat betreft. Maar we hebben een klein tipje van de sluier kunnen liggen hier zo. Ja. Ja, ik heb er al even een wens, gezond blijven is dit nummer 1 en dat is ook belangrijk in het leven. Absoluut. Ik wens u nog hele veel gezonde jaren samen met de vrouw en de rest natuurlijk. En bedankt dat we hier even bij mogen. Henk Stordam. Je woont lekker ogen, je kunt genieten van al het mooie. Ja, dat zeg ik wel eens. Ik ben hier een keer zo'n stortbui dat tot de zwaarste ding. En door zit van de grift, die woont die schuin over. Die stinkt op de stoep voor. Hij zegt, nou, maar zeg niet, oh, kom maar, geef je mijn thuis in. Toen roep ik, zei, weten we nog een week, hier zit de boom zitten. Toen begon dus weer te lagen. Heel goed. Ja. Dank je wel voor de mooie woorden. Zeg, graag gedaan. Met alle plezier.